Nicole Kremers zoekt de aandacht van hitsige mannen niet alleen online, maar ze zoekt ze tegenwoordig ook gewoon op, op straat. Bij mannen die niets liever willen dan gewoon het EK kijken, wat een nachtmerrie. Mevrouw gaat op straat staan in een oranje legging met een crop top en een microfoon en stelt de mannen de vraag: Wil je liever dat Nederland het EK wint, of wil je liever mijn voorgevel zien? De eerste man kiest gek genoeg, toch voor de voorgevel van mevrouw. Ik zou toch liever jouw voorgevel willen zien, zegt hij. Nicole doet vervolgens ook daadwerkelijk haar shirt omhoog en laat ze zien, de man begint te juichen. De volgende man wordt dezelfde vraag gesteld, hij lijkt te twijfelen, maar kiest er toch voor dat Nederland het EK wint, arme Nicole Eke, toch niet zo populair als ze dacht. Wat opvalt is dat op de achtergrond ex-anti-beachster Megan te zien is. Zij zag de camera en lijkt haar best te doen om in beeld te komen. Het rappertje waarmee ze het bed deelt, Lil Kleine, is in ieder geval niet te zien. Ze vieren het EK in ieder geval niet samen, misschien dat ze het in de avond nog even gezellig met hem had. In de reacties van de video is vrijwel niemand zo enthousiast als dat ze gehoopt had. Nicole vroeg aan haar volgers welke optie zij hadden gekozen, maar ze kreeg heel ander soort antwoorden. En dat is moeder, ongekend goedkope zooi dit zeg, reageert een volger. Iemand anders is het daarmee eens en vindt dat je dit als moeder niet kan doen. Nou, en dat voor een moeder? Waar is je waardigheid? Mens, wat verlaag jij jezelf? Zouden jouw kids trots op je zijn? Een ander heeft niet veel te zeggen, maar is van een ding zeker. Wat een goedkoop ding is het toch?